Ja, dankjewel, Dick Gert. Even kijken, dit is de klikker. Ja, geweldig dat jullie hier allemaal zijn, ook in zo'n grote getale. Ik heb op Twitter zien langskomen dat het nog gezellig is geworden gisteren. Was dat nou in deze zaal, het disco? In ieder geval weer keurig, je ruikt er niks van. Zoals gezegd, mijn naam is Freddy Wijma, ik ben van EP Nuffic. Velen van jullie zullen de naam Nuffic kennen, Organisatie voor Internationalisering. In het hoger onderwijs, we zijn vorig jaar gefuseerd met het Europees Platform, een organisatie die zich juist met internationalisering en het funderend onderwijs bezig hield. We zijn ook MBO erbij gaan doen en daardoor is EP Nuffic nu een onderwijsbrede organisatie voor internationalisering. En nu eens even kijken wat er gebeurt. Komt op. Nou, ik hoop dat jullie ons al een heel klein beetje kennen. Bijvoorbeeld van de Orange Carpet Awards, de prijs die wij elk jaar uitreiken voor het beste internationaliseringsinitiatief. Vroeger alleen in het hoger onderwijs, nu over de hele linie. Wij vullen een belangrijke rol in het Holland Scholarship programma, met name de promotie daarvan. We voeren ook vele andere beursprogramma's uit, zoals het Netherlands Fellowship Program. Het Erasmus Plus programma, VSB fonds enzovoort. We zijn verantwoordelijk voor de Study in Holland campagne, de landelijke coördinatie daarvan. En we hebben bijvoorbeeld weten heel veel over de cijfers op het gebied van studentenmobiliteit. En als we het hebben over be prepared, wees klaar voor de toekomst, dan heb je het ook over be prepared voor al die internationale studenten die op ons afkomen. We doen nog veel meer dan wat net genoemd. Wij zijn bijvoorbeeld ook de officiële Enik Narik voor Nederland. Dus wij weten, als het goed is, fake diploma's zoals hier rechtsonder vrij snel te onderscheiden van echt. We organiseren het NL for Talents congres elk jaar. Er komen zo'n 500-600 internationale studenten uit de hele wereld op af. En we zijn ook heel erg actief op het gebied van capacity development in landen als Ethiopië en Rwanda. En in het funderend onderwijs, iets minder jullie werkterrein nu als het goed is, maar ik vind het altijd wel leuk om te melden, gebeuren fantastische dingen op het gebied van internationalisering. Bijvoorbeeld tweetalig onderwijs of het vroeg vreemde taalonderwijs al op de basisscholen. En het is heel mooi om dat met elkaar in verbinding te mogen brengen. Ik ga om te beginnen even wat plaatjes laten zien over de komst van internationale studenten naar Nederland. En alles wijst erop dat alle trends die ik presenteer, we hebben geen hele harde prognose daarvoor, maar dat die trend zich zal doorzetten de komende jaren. Dus als we het hebben over be prepared, is dit wel een van de trends waar je rekening mee moet houden in je dagelijks werk. Nou, dan zie je om te beginnen dat zeg in de laatste 10 jaar is het aantal internationale studenten die een volledige opleiding volgen op een universiteit of een hogeschool, verdubbeld. De grootste groep komt uit de Europese Unie en omgeving, de Europese Economische Ruimte. Maar ook een substantiële groep, en dat is de groep waar het qua regeling altijd vaak weer een stuk ingewikkelder is met studenten uit van buiten de Europese Economische Ruimte. We hebben het inmiddels over zo'n 15.000, 16.000 studenten die een volledige opleiding volgen. Ik heb het nog niet eens over de uitwisselingsstudenten. We hebben die groep uit die non-European Economic Area nog een keertje uitgesplitst. Dan zie je dat veruit de grootste groep uit Azië komt, maar ook substantieel uit bijvoorbeeld Latijns-Amerika, Afrika, veel met een NFP-beurs dan. Maar ook wel uit Europa, want er zijn toch nog steeds een aantal Europese, er is een aantal Europese landen dat niet tot die Europese economische ruimte behoort. Nou, als je dan kijkt naar de top 10 landen van buiten de Europese economische ruimte, dan zie je dat verreweg het grootste aantal studenten uit China komt. Volgens onze officiële gegevens gaat het dan om ruim 4000. Ik ben kort geleden op het Chinese ministerie van Onderwijs geweest, die zeggen dat er 8800 Chinese studenten zijn in Nederland. En ik heb aanleiding om te geloven dat de Chinese data wat sterker zijn dan de Nederlandse data. Zij weten bijvoorbeeld ook te melden dat er meer dan 2000 Nederlandse studenten in China studeren. Terwijl volgens onze gegevens zit dat onder de 1000 studenten. Ik denk dat 2000 is en niet 1000. Maar ook studenten uit India, dat is momenteel heel hard aan het groeien. Het is inmiddels op de tweede plek gekomen. En we verwachten dat ook met de enorme internationalisering waar India zelf mee bezig is, dat verder gaat groeien.
En dat geldt ook voor een land als Indonesië. Maar je ziet ook Rusland toch nog steeds een van de landen waar nog steeds meer internationale studenten uit vandaan komen. Wat wij zelf altijd leuk en goed vinden om te zien. Dick Gert zei het al, we hebben behalve een kantoor in Den Haag 11 kantoren over de hele wereld. Heel veel van de landen die jullie hier zien, daar hebben wij ook een kantoor. En als je kijkt naar die groei van het aantal internationale studenten, dan blijkt die groei ook wat sterker te zijn uit die landen waar wij zo'n NESO, Netherlands Education Support Office, hebben. Wij hebben die kantoren inderdaad in China, India, Indonesië, Rusland. Amerika helaas nog niet. Ik zou het heel mooi vinden als dat ook gaat gebeuren. Zuid-Korea, Turkije vorig jaar geopend. Zuid-Afrika hebben ook vorig jaar een kantoor geopend. En ook Mexico en Vietnam. En er staat op deze lijst nog niet Thailand. Als je dan kijkt naar de verdeling bijvoorbeeld tussen Europa en niet-Europa, dan zie je dat van de Europese studenten de meeste een bacheloropleiding aan een hbo-instelling volgen. Van die niet-Europese studenten is de grootste groep volgt juist een WO-master. Maar ook daar een substantieel deel een bachelor- en hbo-instelling. Dat balkje linksboven, daar zitten bijvoorbeeld heel veel Duitse studenten. Die, maar dat zullen jullie weten, vaak ook gewoon een Nederlandstalige opleiding volgen. En in welke terreinen dient dat zich aan? Niet enorme verschillen tussen Europees en non-Europees, met wel een hele belangrijke uitzondering voor engineering. En dat is eigenlijk goed nieuws voor Nederland, want wij hebben meer techniekstudenten nodig. En die komen dus in toenemende mate in een stad als Delft uit landen als China en India. Ik geloof dat er inmiddels meer studenten uit India aan de TU Delft studeren dan uit China. Verder zie je ook, vergeleken met Nederlandse studenten, dat de arts er heel erg uitvallen, er heel erg uit schieten. Het is een relatief kleine sector binnen het Nederlandse hoger onderwijs, als je kijkt naar aantallen studenten. Het zijn eigenlijk vaak de meest geïnternationaliseerde opleidingen van heel Nederland, met vaak 50% of soms nog meer internationale studenten, en echt ook uit de hele wereld. Wat ook opvalt is dat education zo laag scoort. Hè, dus de lerarenopleidingen, die horen eigenlijk, zoals het gaat om inkomende als uitgaande mobiliteit, tot de minst geïnternationaliseerde opleidingen van Nederland. Dat vind ik zelf eigenlijk heel jammer. Juist ook omdat internationalisering wat ons betreft al in het funderend onderwijs een plek zou moeten krijgen. En als je dat al niet meekrijgt op de lerarenopleiding, is dat op de scholen natuurlijk ook alweer lastiger. Dus daar gaan we ons de komende jaren ook sterk voor maken. Tot slot nog even een plaatje over de promovendi. Je ziet dat ook het aantal promovendi behoorlijk gestegen is. En dat die stijging eigenlijk volledig verklaard wordt uit de forse toename van internationale promovendi. Daar is ook onlangs door, ik geloof, het Centraal Planbureau een rapport over uitgebracht. Nou, een paar conclusies op basis van alle plaatjes die ik liet zien. Ook in het kader van Be Prepared. Inmiddels is 10% van alle studenten in Nederland die een volledige opleiding volgt een internationale student. Dus we hebben het echt over iets van 75.000 studenten totaal die een volledige opleiding volgt. En ongeveer 1/5 daarvan komt van buiten de Europese economische ruimte. En die verdeling tussen Europees en niet-Europees, die is ongeveer stabiel. China, Indonesië en India zijn de grootste leveranciers, maar ook een paar andere landen komen veel studenten vandaan. Verder zie je dat onder die niet-Europese studenten de WO-master het populairst is. Dat de groei van het aantal PhD'ers eigenlijk volledig door buitenlandse PhD'ers wordt verklaard nu. Dan iets over de stay rate. Daar is de laatste jaren nogal wat aandacht naar uitgegaan. Gelukkig, ik denk dat dat heel goed is. Het blijkt dat een heel groot deel van die internationale studenten na afloop van de studie niet teruggaat, maar in Nederland blijft. Volgens onze, staat niet op dit plaatje, maar volgens onze allerlaatste gegevens is van alle studenten die in 2008, 2009 afgestudeerd zijn, van alle internationale studenten,
is 38% vijf jaar later nog steeds in Nederland. En verreweg het grootste deel daarvan werkt ook in Nederland bij een werkgever. En daarnaast zijn er ook veel een eigen bedrijf begonnen of bijvoorbeeld verder gegaan met een PhD. We hebben door het slim koppelen van bestanden van samen met het Centraal Bureau voor Statistiek deze cijfers boven tafel kunnen krijgen vorig jaar. We hebben daar ook een rapportage over uitgebracht die te vinden is op onze website. En dat ging over een groep van 12.000, waarvan we uiteindelijk 9.000 in beeld hebben gekregen. Even iets over die verblijfsduur van internationale studenten. Eigenlijk zijn drie hoofdgroepen. We hebben hier nog één extra groep, dat zijn de homecoming students. Zeg maar kinderen van expats die vanuit het buitenland weer terugkomen naar Nederland en daar gaan studeren. Dat is een hele grote groep en dat is ook de groep waar de meesten ook na hun afstuderen van blijven in Nederland. Bijna 80%, dat is het derde balkje van links, na vijf jaar nog. Maar ook bij die internationale studenten is dat substantieel. Je ziet van die studenten van, ik zei 38%, dat is het gemiddelde. Dat balkje helemaal rechts laat zien dat juist die studenten van buiten de Europese economische ruimte, dat die bovengemiddeld in Nederland blijven. Meer dan 40%. En ruim iets van drie kwart daarvan werkt ook in Nederland bij een werkgever. Dat blauwe balkje, dat is dus die groep die een eigen bedrijf is begonnen. Een PhD is gaan volgen. En om Hans de Boer te citeren, er zal ook een enkeling zijn gaan labbakakken. Maar niet al te veel, want je komt wel in de problemen met je verblijfsvergunning. En de groep daartussenin, dat is de groep van Europese studenten. Overigens zal deze presentatie beschikbaar blijven op de website van de conferentie. Dus ik heb ook dingen nakijken en er zijn ook linkjes te vinden naar onze website en allerlei andere informatie. Heel veel van de informatie die ik nu heb gepresenteerd is overigens te vinden op onze webtool Mobility Statistics. Natuurlijk heel makkelijk vanuit onze homepage te benaderen is. En het is een prachtige tool waar je ook vaak kan kijken wat dit voor je eigen instelling betekent. De reden dat wij zoveel interesse hebben in die internationale studenten die ook in Nederland blijven, is dat het heel erg goed blijkt te zijn voor onze schatkist. Een jaar of vijf geleden, misschien kunnen jullie het nog herinneren, was er een beetje een negatieve stemming over internationalisering. En de toenmalige staatssecretaris, Halbe Zijlstra, die wilde wel eens weten hoeveel ons dat nou allemaal kost, al die internationalisering. Centraal Planbureau daarvoor gevraagd. En die kwam tot de conclusie, dit kost helemaal geen geld, dit levert ons geld op. Vooral omdat die internationale studenten in Nederland blijven en die gaan belasting betalen. Overigens denk ik dat het Centraal Planbureau ook dat er allerlei andere positieve economische effecten zijn van die internationalisering. Die kon ze moeilijk kwantificeren. Maar met name het langer blijven van internationale studenten, dat konden ze ook echt in een rekensom omzetten. En dat bleek dat op basis van de gegevens die ze toen hadden, dat iets van 750 miljoen per jaar oplevert. Dat ging uit van een stay rate van 19%. Dat was toen het best beschikbare cijfer. Op basis van de nieuwe cijfers het aantal studenten die wij nu via de koppeling van die bestanden hebben kunnen vinden, weten we dat dat bedrag van 750 miljoen in ieder geval 950 miljoen, bijna 1 miljard zou moeten zijn. Maar wij vermoeden dat het nog groter is, een beetje dubbele van waar het Centraal Planbureau bij uitkwam. Alleen dat cijfer kunnen we nog niet hard maken. Maar het laat wel zien, internationalisering, zeker als een substantieel deel van die internationale studenten een tijdje in Nederland blijft, levert de schatkist heel veel geld op. En dat is natuurlijk ook voor ons als promotor van internationalisering een heel belangrijk argument dat wij regelmatig in de strijd gooien. Hiermee zijn bijvoorbeeld de PhD'ers nog niet eens meegerekend. Het Centraal Planbureau heeft inmiddels uitgerekend dat ook daar dat soort positieve effecten zijn te zien. En we gaan de komende jaren ook verder om dat nog beter in kaart te krijgen. Het onderste heb ik al gezegd, allerlei andere positieve economische effecten die alleen heel lastig te kwantificeren vallen. Nou, dit heeft ertoe geleid dat allereerst de Sociaal-Economische Raad is gevraagd om hier eens over te adviseren. Wat kan je nou allemaal doen om die stay rate te bevorderen? Dat is een advies geworden onder de naam Make It in the Netherlands. En daar is vervolgens een programma uit voortgevloeid met een
hele brede coalitie van bedrijven, van hogescholen, van universiteiten. Verschillende ministeries hebben daarin geparticipeerd. En dat is dat programma Make It in the Netherlands geworden. Daar hebben we met 5 actielijnen allerlei projecten die daaronder hingen. En dat heeft allerlei moois opgeleverd. En we vonden het eigenlijk wel leuk om dit even door de internationale studenten zelf te laten vertellen. Dus een kort filmpje over Make It in the Netherlands. Like many of the tens of thousands of international students in the Netherlands, Gisella wants to start her career in Holland. A big step that many alumni already made before her. What are their experiences? How did they make it in the Netherlands? Learning Dutch can make it a lot easier to find a job and to build networks. I would like to stay here in the Netherlands for at least some more time. I want to improve my Dutch because here in the Netherlands everybody speaks English. So it's really difficult to develop your Dutch. Really start with a Dutch language course. You might not need it for work, but it definitely shows an interest in the culture and people will definitely appreciate it. They have a lot of apps and also websites like Hoi Holland. Goed bezig! Goed bezig! Finding a job in the Netherlands can be a challenge, especially in some sectors. Finding a place where my studies fit with the job that I want is quite difficult because I'm studying at a governmental level. So if I really want to work in the Netherlands, it should be a place where you really work with the Dutch government. If you limit yourself to just one way of finding an opportunity, then you're not gonna tap the whole market. Try to build up your network as quickly as possible. You have to be very aggressive, but no pushing. Because there is many candidates, and many of them are really qualified, you should be a bit stand out of the crowd. They have a lot of resources online, like a career in Holland. Werk.nl, which is the government page for employment. LinkedIn is really a powerful tool here, and the Dutch people are really using it seriously. New regulations make it easier to handle the administrative process. I think the Dutch government is actually working for international students to come to the Netherlands. The idea is to get people that excelled before in something and to provide them with not just the opportunity to do their master's, but also the opportunity to get to know other people. I just applied for the third year. In Dutch is the Zoek year. This is a visa which proved me I'm legal to work in and searching the job in the Netherlands. There's all sorts of network events, plus they organize workshops. The Dutch can seem pretty direct, but once you get to know them, they're not so bad. Yeah, Dutch people have this main topic of being always on time. You, like, if they tell you, okay, we are gonna meet at 6, then you make sure you're gonna be like 10 minutes before 6. The Dutch really appreciate hardworking people. I guess that's something that's very clear from the culture here. I really like their directness because it would not really waste your time. At the working environment, you just go for a coffee with people and that's when you actually get to know them. You can bring this international view. And I think it's really important if a business wants to expand. I can kindly understand what the Dutch people are thinking, and I can also understand what the Taiwanese or Chinese or Asian are thinking. So I can become a bridge. Language facilities, a diverse and approachable job market, low administrative barriers, and getting in touch with the Dutch. Together with a strong regional approach, these points enable you to make it in the Netherlands. Now that I'm an alumni, then I can try to help also the people that wants to come from other parts of the world here to the Netherlands. I already have the experience, so this is the thing I can share with them. Ja. Ja, leuk toch? Dat programma Make It in the Netherlands dat is grotendeels beëindigd, omdat heel veel van de projecten die wij hebben opgezet vaak met een goed gevolg zijn afgerond. Een van de dingen die jullie in het filmpje zagen langskomen is de Hoi Holland app. Hij mag weer terug naar de reguliere presentatie hoor, of dat moet ik zelf doen natuurlijk. Ja, oh, die komt zo. Is de Hoi Holland app. Dat is eigenlijk een serious game die je gewoon kan downloaden op een iPhone of een Samsung telefoon. Waar je spelende wijs basis Nederlands kan leren.
Dus onthoud die naam, Hoi Holland. Ik geloof dat er al, nou, wat is het, 15.000 downloads van zijn geweest. Er zijn heel veel studenten die daar gebruik van maken. Maar het is ook gewoon leuk om te laten zien. En ja, een van de manieren om internationale studenten zich welkom te laten voelen in Nederland. Want daar gaat dat programma Make It in the Netherlands ook voor een belangrijk deel over. Nou, als je het hebt over je welkom voelen in Nederland, dan zijn alle reguleringen en dergelijke natuurlijk heel erg belangrijk. En aan alle regels die er zijn. En daarvoor hebben wij ook in het kader van dit programma een tool ontwikkeld onder de naam Pathfinder. Misschien eerst even de vraag stellen. Zijn er mensen onder jullie die al gebruik maken van de Pathfinder? Dan weet ik even hoeveel zendingswerk hier te verrichten valt. Oh, een heleboel nog. Een heleboel nog. Ja. Nou, des te beter. De Pathfinder hebben wij ontwikkeld samen met een hele hoop uitvoeringsorganisaties zoals IND, Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank, DUO, noem maar op. Hebben we ook allemaal nodig om dit goed te doen. Ik zal even heel kort offline laten zien hoe het werkt. De online link kan ook vanuit deze presentatie benaderd worden. Het is om te beginnen in de huisstijl van een universiteit of hogeschool. Dat gaat automatisch zo. Je kan op een webpagina in die huisstijl allemaal informatie invullen over je nationaliteit, je leeftijd, wat eigenlijk je intentie is in Nederland, studeren, stage lopen, de duur enzovoort. En dan rolt daar het op jou toegepaste advies uit. Dus het voorbeeld van een student uit Gambia, 23 jaar. Die stage loopt en wil werken in Nederland. Dat moet je dus allemaal invullen. Nationaliteit, leeftijd. Wil je doen een internship? Yes. Enzovoort. Duur van het verblijf. En dan rolt dit eruit. Information matching this profile. Nou, er zijn een aantal zaken op jou van toepassing voor aankomst. Een aantal zaken rondom je aankomst en tijdens je studie. En ook allemaal dingen die gedurende je gehele verblijfsduur van belang zijn. Nou, dat gaat over zorgverzekeringen, dat gaat over belastingen, over medische testzaken, inentingen, verblijfsvergunningen enzovoort. En dat is dus voor iedereen op maat beschikbaar. Dus ik, als jullie voor een instelling werken, hier nog geen gebruik van maken, raad ik jullie zeer aan om hier gebruik van te maken. Het is, het is gratis. Moet ik er ook altijd even bij vermelden natuurlijk. Het is dus informatie op de website van een hoger onderwijsinstelling die rechtstreeks afkomstig is in het Engels van de bevoegde autoriteit. Er wordt dus ook automatisch bijgewerkt. Hè. Dus als er een nieuwe wet of regel is, dan zal dat ook automatisch hier een plek krijgen. Dus je hoeft als instelling niet zelf die content de hele tijd up-to-date te houden. Dat wordt voor je gedaan. Dat scheelt natuurlijk ook heel veel tijd en gedoe en uitzoekwerk. Nou, die profieluitvraag al genoemd. Aangevuld met informatie. Je kan ook nog je eigen informatie daaraan toevoegen als je dat zou willen. Dat hoeft niet per se. Dus ik kan jullie zeer aanraden om gebruik te maken van deze tool. Er is heel veel informatie op onze website te vinden over hoe je daarop komt. En als er straks nog tijd is, kunnen we nog een paar vragen zo nodig erover beantwoorden. De Pathfinder maakt deel uit van een breder set van activiteiten, ook in het kader van Make It in the Netherlands. En dat is de activiteiten die er zijn om de obstacles te overkomen, de obstakels voor studentenmobiliteit. En we hebben ook een paar succesjes geboekt de afgelopen jaren. Een van de belangrijkste is misschien wel de komst van een veel betere zoekjaarregeling. Internationale studenten mochten al een jaar na hun afstuderen een tijd in Nederland blijven om te zoeken naar een baan en dergelijke. Maar die mogelijkheden zijn verruimd. Zowel de doelgroep is verruimd als de mogelijkheden om gebruik te maken van die regeling. Je mag hem ook wat later na je afstuderen en je mag hem nu ook meermalen aanvragen. Dat is een forse verbetering voor internationale studenten. Nou, Pathfinder heb ik al genoemd. Een andere ding dat we hebben ontwikkeld is specifiek voor werkgevers die internationale studenten afgestudeerden in diensten willen nemen. De Employer Toolkit. Ook allemaal via onze website bereikbaar. We hebben ook nogal een paar zaken op ons wensenlijstje. Het is bijvoorbeeld voor MKB-bedrijven nog steeds erg duur om internationals in dienst te nemen, om erkend referent te zijn.
En wat we ook wel heel jammer vinden en waar we aan proberen te werken is om de Engelstalige informatievoorziening over de hele linie beter te krijgen. Als je bijvoorbeeld een DigiD wil aanvragen, dan moet dat nog steeds in het Nederlands. Als het Nederlands niet beheerst, is het natuurlijk lastig. We zijn inmiddels ook met initiatieven begonnen voor vluchtelingenstudenten. Thema dat heel veel hoger onderwijsinstellingen inmiddels, en ik denk terecht, bezighoudt. Als EP Nuffic zijn we eigenlijk op twee fronten in Nederland actief. De ene is dat we die Pathfinder ook voor vluchtelingenstudenten beschikbaar willen stellen. Dat betekent dat wij samen met UAF een aantal nieuwe gegevens daarop moeten invoeren. Zijn we inmiddels mee aan de slag. En daarnaast, ik heb al gezegd dat wij ook de ENIC NARIC zijn in Nederland. We doen, moest ik even voor jou zeggen, Herman, ook mee aan de Groningen Declaration, bij deze Herman. je ziet dus dat het aantal diploma-waarderingen eigenlijk nog wel meevalt onder vluchtelingenstudenten, maar dat met name onder Syriërs behoorlijk aan het stijgen is. En op basis van onze tussentijdse gegevens voor 2016 weten we dat dat verder aan het groeien is. Ik geloof dat we dit jaar naar de 1500 gaan. Tot slot, hoe verder? Want ik ben nu klaar. Wij helpen u graag verder. Ik heb de mobility statistics al genoemd. Hier ook het mailadres van onze contactpersoon. En voor de mobsticles en de Pathfinder is een belangrijke contactpersoon Floor van Donselaar. En het goede nieuws is, ze is hier. Zit vooraan. Floor is hier tot en met de pauze. Als jullie hele specifieke vragen hebben, dan kunnen jullie ook haar die vragen nog stellen. Maar we hebben ook even de gegevens op de presentatie gezet. Employer Toolkit is te benaderen via careerinholland.nl, een van onze websites. Holland Alumni Netwerk met inmiddels 60.000 namen in de database. Daar gaan we ook hard bij verder. Ook een belangrijk vervolg op Make It in the Netherlands. En dat is op deze manier te benaderen. Nou, ik hoop dat jullie met dit alles nog wat meer prepared zijn. Dank jullie wel.